Waarom worden we aangehouden dan? Dat ze er niet uitzien. Wij zien er niet uit. Die kar ook niet nou. Nou, misschien over 8 weken zien we er niet meer uit en ik wil kloppen. Ah, de wagen ziet er perfect uit zo met die stickers. Okay. Leuk man. Oh, dat kun je mooi even doen, ja. Met een camperplek. Hij is niet gratis, je moet hier met een parkje aan staan. Alhoewel, je hier moet betalen tot... oh ja, nur mit Parkschein. Dus je moet betalen. Maar het is wel leuk midden in het centrum. Woonmobielstelplaats. Diebesturm. Diebesturm. Magnolia staat in bloei, er staat van alles te bloeien hier, toekjes. En een dun plek, dat is wel heel gaaf. Afwaswater. Grote stad. Daar zijn we vandaan gekomen. Het is wel gaaf hier. Het is allemaal vakwerk hier. Vakwerk, vakwerk. Yeah.
die we oprijden is 636 meter hoog. En heet de Heisenberg. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kom op, je kan het. Er staat dus een bergversnelling. Oh. Oh ja, hij heeft net verse olie. Bij Benny, die Benny dan ook is geweest. Hondje of katje of iemand die zijn kop heeft gestoten, een boom op zijn nek heeft gehad, geen idee. Ze hebben vannacht van alles geprobeerd om niet op Benny's graf te staan. Daar stonden ze ook al vreselijk scheef. Hey, kijk nou, de chauffeur is wakker. Goedemorgen. Ik op. Lekker gespeeld, hè? Gek komt. Oké, let's go. Houd links aan op K34. Neem dan de eerste weg links. Heisenberg, ijskoud, 5 graden. Man, wat is het koud geweest vannacht. Heb je zelfs de Heisenberg? Ja, heb je zelfs de kachel aan gehad. De zon is weg, dus we gaan naar beneden. Wat een pech, de zon is weg. Was een leuk plekje, maar ook hè? Op naar de zon. Soleil, soleil. Nou, daar zijn we niet op geweest. Maar we kwamen laat aan en het is nu te koud en te heijig. Het is in de auto 10 graden of 11 graden. Oh, lekker warm man. Ja. Nadat we de kachel hebben gestookt. Want het was 5 graden buiten, dus dan zal dat ook ongeveer wel binnen zijn geweest. Nou ja, op onze body heat zal het iets warmer zijn geweest. We zijn wel een stelletje oude mutsen ook, hè? De kachel aan in een camper. Dus die meneer die zei van, oh, survival in een camper, big deal. Die had wel een beetje gelijk natuurlijk. Ja, we zijn onze wilde haren een beetje kwijt. Van in een tentje en dan een maand lang in de Zweedse bush. Dat hebben we een aantal jaren gedaan. Maar een tasje is niet echt een survivalen. Hè? Een tasje is niet echt een survivalen. Nee, precies. Het is niet alleen survivalen. Het is ook zwerven. Was nog wat? In een is homesteady leven. Zoveel mogelijk off the grid, maar wel luxe. In een vreemd land. Surviven. Dat is survivalen, maar surviven. We hebben gesurvived jarenlang. En nou doen we dat met een camper zwerven. Daarom heet het ook camper zwerven. Het is maar om het uit te leggen. Er zullen altijd mensen zijn die dat niet snappen. Big deal. Ja, Willingshein. Sla rechtsaf naar K34. Is een goede meid. En ook navigeren doen we tegenwoordig met Trustruus. Vroeger deden we dat gewoon met de kaart. En een kaarthoekmeter, ja, heb ik allemaal geleerd van mijn papi. Heb ik ook allemaal gebruikt. Nog voor de tijd dat er GPS was. Het leuke is dat de mensen die commentaar hebben ook... De mensen die commentaar hebben op onze manier van zwerven, dat het allemaal zo luxe is, die zijn waarschijnlijk te jong om te weten dat er ook nog een tijd is geweest zonder mobieltjes en zonder... Hou je kop! En zonder intraperende triestriessen, GPS'en en dat soort dingen. En dat je toen gewoon je kaart moest gebruiken. En dat hebben we ook allemaal gedaan. Het is niet te geloven. Haat-liefdeverhouding heb ik met dat ding. Maar kijk, ik zit nog steeds met een kaart op schoot. En ik heb hier allemaal kaarten die ik nog steeds gebruik, delen. Meer dan 20 jaar oud, ja. Meer dan 25 jaar oud. En nog steeds in gebruik.
vind die ronde petjes wel grappig. Dan kun je ze toch niet meer serieus nemen, joh. Dan krijg je van die allemaal afneigingen. Hier rijden we de Kandelberg op. Hier hebben we met onze fietsen, ik gewoon een stadsfiets met bagage, 21 kilometer lang geklommen naar boven, naar de top van de Kandelberg. Het is de ene hoogste berg in het Zwarte Woud. We gaan nu met de auto, heel simpel, maar toen deden we hem fietsend. Nou, ik heb op de grond zitten janken ergens halverwege, zo zwaar was het. We hebben het wel gehaald en toen we er waren, toen stopte er een wielrenner. Die was al eerder boven en die kwam naar ons toe lopen en die maakte een buiging met zijn pet af. Chapeau, zei hij. Die had onze worsteling gezien, of eigenlijk de mijne. Stief, 21 kilometer lang. Het is, deze is grensverleggend geweest voor mij. Letterlijk en figuurlijk.